Hey, Bart Falken hier van Marketsmedia.nl en welkom bij deze mega korte en simpele wie video tip. Ik heb eventjes bij video's op tijger gezocht en heb ik allemaal filmpjes van tijger. En die filmpjes sleep je in je tijdlijn en dan noem je dat clips. Maar deze clips zijn natuurlijk niet per se allemaal even lang. De een is langer en de ander is korter. Hoe kan je ervoor zorgen dat ze precies zo lang zijn als dat jij wil dat ze zijn of dat ze moeten zijn? Nou, ik ga ze even zo allemaal achter elkaar zetten. En het eerste wat je kan doen bijvoorbeeld, is hier tussen twee clips in gaan staan. En met je linkermuisknop ingedrukt houden en dan je muis bewegen. In dit geval naar links. En dan zie je daar dus getalletjes uh, mee tellen. Nou, wat zijn het eigenlijk voor getalletjes? Deze getalletjes vind je ook een beetje hier terug. Hier zo. En de eerste is altijd van de minuten. De tweede is van de seconden. En de laatste is van frames. Want video's zijn natuurlijk allemaal plaatjes die die heel snel per seconde allemaal achter elkaar afspeelt. Dat noem je frames. Oftewel frames per seconde. als je een beetje gamer bent, dan weet je waar ik het over heb. Frames per seconde. En dat zie je ook bij 25. Dan gaat hij door naar de volgende seconde. Nou, en op die manier kun je dat dus instellen door gewoon een linksklik en slepen. En dan kan ik deze bijvoorbeeld precies. Zo op uh, 5, 501, 5 seconden zetten. En dat is ook een heel handig trucje, want deze clip is dus nu precies uh, 5 seconden. Bla. En stel je voor, ik wil deze ook 5 seconden maken. Dan kun je deze bijvoorbeeld eventjes te boven slepen en deze korter slepen na 5 seconden. En in is die ook 5 seconden. En dan kan ik bijvoorbeeld ook doen met de volgende clip. Nou, wat je ook kan doen trouwens, je kan hem ook bijvoorbeeld hier uh, als deze super groot, omdat ik een beetje ben ingezoomd, kan ik op split klikken. En dan doe ik op delete van mijn toetsenbord. En dan pak ik hier deze op. En dan is het precies weer 5 seconden. En op die manier kan je dus zorgen dat die clips precies allemaal 5 seconden zijn. Zonder dat je heel erg precies met je muis allemaal dingen hoeft te doen. Super handig. Nu heb ik 4 clips van 5 seconden. Dus ik hier precies op 20 seconden. En dat zie je ook uh, hier terug. Dus uh, groter maken met links klik en sleep. Of gewoon in de tijdlijn kijken. En een andere clip gebruiken als een soort van. Lineaal zou je het kunnen zeggen om ze de juiste lengte mee te geven. Simpel toch, maak iets.